prominente oppositieleider op dit moment, vindt het hoog tijd dat Suharto consequenties trekt. And I think one single demand expressed by the students, by housewives, by laborers, by many, many other people, is that Mr. Suharto has to resign, has to stand down, and the sooner the better. Bij het mortuarium worden nog steeds verkoolde lichamen afgeleverd. Mensen zoeken naar familieleden, maar veel lichamen zijn niet te identificeren. Meer dan 500 slachtoffers zijn er tot nu toe geteld. Maar nog steeds is de mening bij de regeringspartij Golkar dat Suharto de aangewezen man is om de crisis te bezweren. For the time being, we never think about what is insisting or pressing him to step down. Why not? Because we believe we still have hope. And we give him the opportunity to take the responsibility to overcome the crisis and to bring the nation come out from the situation. If he is a wise man and really care for the people who are now suffering, he should step down. In an when? No, the shortest possible time. Because the longer he maintains the situation, the more people will be suffered. Ook in de Chinese wijken van Jakarta is de rust weer enigszins teruggekeerd. De ravage wordt opgeruimd. De katholieke Chinezen herdenken in hun kerken de vele slachtoffers uit hun bevolkingsgroep. De etnische Chinezen zijn het doelwit omdat ze als middenstanders de prijsstijgingen moeten doorberekenen. There are some rumors that in the 18, 19, 20 will be a peak, but we don't know. So far, the security, I mean, army security have a guarantee that they will guarantee for the security of the, I mean, Chinese or foreign people who are staying here. But let's see. Jakarta rouwt. Voor de oppositie is er maar één oplossing. Suharto moet weg. Op zich is dat niet nieuw, maar de tegenstand tegen president Suharto is nog nooit zo groot geweest. De economische crisis treft iedereen. Niet alleen de arme Indonesiërs, maar ook de grote middenklasse. En die had juist zijn welvaart aan de president te danken. De bekerfinale tussen Ajax en PSV heeft geleid tot de arrestatie van 70 supporters. Vooral tijdens de wedstrijd gingen grote groepen voetbalfans met elkaar op de vuist. Na de wedstrijd, die met 5-0 door Ajax werd gewonnen, bleef het rustig in Rotterdam. Aan het begin van de bekerfinale kwam het op de tribune tot vechtpartijen. Voor het vak Willem bleken namelijk kaartjes te zijn verkocht, zowel aan Ajax als aan PSV-fans. De ME heeft de supporters gescheiden. Voor de aftrap deden zich rond het stadion tal van incidenten voor. Zo rende een groep PSV-aanhangers het voorplein van het Feyenoordstadion op, terwijl ze een andere ingang hadden moeten nemen. En Ajax-fans die uit een trein waren gesprongen, gooiden met stenen vanaf de spoorbaan naar Feyenoord-aanhangers op een viaduct. Sinds het begin van deze maand circuleerden geruchten over een mogelijke veldslag tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers. Ajax zou wraak willen nemen op de harde kern van Feyenoord, die verantwoordelijk wordt gesteld voor het doodslaan van Ajax-fan Picorni. De politie was overal voorbereid, maar tot een veldslag is het niet gekomen. Burgemeester Peper had met opzet de bekerfinale laten vervroegen. Plaatsvervangend korpschef Ottervanger zei vanmiddag dat het leed niet te overzien zou zijn geweest als de wedstrijd niet was vervroegd, omdat dan de harde kern van de clubs te veel tijd zou hebben gehad om zich te bezatten en rellen te veroorzaken. In de binnenstad van Rotterdam bleef het overigens rustig. Al had de politie wat moeite om PSV'ers die zich bij het Dijkzegziekenhuis hadden verzameld over te halen met stadsbussen naar het stadion te gaan. Een aantal horecaondernemers op het Stadhuisplein in Rotterdam heeft vandaag cafés en terrassen gesloten gehouden om relschoppers geen kans te geven. De 7 rijkste industrielanden ter wereld hebben in het Britse Birmingham hun jaarlijkse G7-top afgesloten. G8 eigenlijk, want ook Rusland mocht erbij zijn. Belangrijkste resultaat, schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden, werd volledig overschaduwd door de gebeurtenissen in Indonesië en de recente kernproeven van India. Ondanks de overvolle agenda lag de nadruk van de topontmoeting op het informele, om de goede verstandhoudingen tussen de grootmachten te onderstrepen. President Clinton had nog wel een serieus gesprek onder vier ogen met zijn Russische collega Yeltsin.
Amerika wil dat Rusland haast maakt met de uitvoering van de startverdragen die bepalen dat Rusland zijn kernwapens ontmantelt. Op die G8-top heeft president Clinton Pakistan nog eens gewaarschuwd geen kernproeven te houden. I hope that Pakistan won't test. I think it'll help us to get it back on track, and I think it will help Pakistan immeasurably in the world community, and it will have, I believe, specific political, economic, and security benefits to the country if it does not test. Pakistan dreigt een eigen proef te houden als antwoord op de testen van buurland India, waarvan inmiddels beelden zijn vrijgegeven. India zou nu bereid zijn een internationaal anti-kernwapenverdrag te tekenen, maar doet daar erg vaag over. Tot nu toe weigerde India categorisch als een van de weinige landen te tekenen. D66 koos vandaag voor de rust van het WAD om afscheid te nemen van een groot deel van de huidige Tweede Kamerfractie. Op Schiermonnikoog zijn oud en toekomstige D66-Kamerleden nog één keer bij elkaar voordat morgen de oude Tweede Kamer officieel ontbonden wordt en de nieuwe Kamerleden worden geïnstalleerd. Die nieuwe D66-fractie zal dan niet uit 24, maar uit 14 leden bestaan. Met een wandeling langs het strand en een feest vanavond luidt D66 de vertrekkende Kamerleden uit. Een deel van het strand bij Dishoek op Walcheren wordt ondersteboven gekeerd omdat er resten fosfor gevonden zijn. Het licht ontvlambare fosfor zat in een lading baggerzand waarmee het strand werd opgespoten. In het zand dat werd opgebaggerd voor de kust van Vlissingen werden 2 fosfor en 6 pansergranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Fosfor ontbrandt spontaan bij aanraking met zuurstof en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Een veenbrand heeft 20 hectare grondgebied in de Peel verwoest. De brand begon vannacht door onbekende oorzaak bij Deurne. In de ochtend leek het vuur geblust, maar het laaide een paar uur later weer op. Via de smeulende turflaag had het zich ondergronds verder verspreid. Om verdere uitbreiding te voorkomen houdt de brand weer een grote strook van het veengebied nat. De lange mars van de Russische generaal Alexander Lebed naar het Kremlin is begonnen. In de gouverneursverkiezingen in Siberië is hij duidelijk favoriet. En dat is dé opstap naar belangrijkere verkiezingen, de Russische presidentsverkiezingen in het jaar 2000. Generaal Lebed toonde zich tijdens de tweede ronde van de verkiezingscampagne in de machtige provincie van Siberië, Krasnojarsk, overtuigd van zijn overwinning. De eerste resultaten die enkele uren na het sluiten van de stembus binnenkwamen, gaven hem gelijk. Hij leidde de dans om de gouverneurszetel met een ruime voorsprong op zijn opponent, de zittende gouverneur Valery Zubov. Een overwinning in Siberië zien velen als een grote stap van Lebed naar de presidentszetel in het Kremlin in het jaar 2000. De generaal heeft zoals altijd een nuchtere benadering van zijn toekomst. Lebed heeft alles uit de kast moeten halen om zich te verzekeren van een overwinning in Siberië. Zelfs zijn vriend, de Franse acteur Alain Delon, kwam hem te hulp. Lebed kon alle steun gebruiken, want het Kremlin heeft alles, geld en mankracht, ingezet om de generaal van de overwinning af te houden. De comeback van Lebed verontrust het Kremlin. Met een toenemend verslechterend economisch klimaat in het land lijkt Lebed de grote schare proteststemmers achter zich te verzamelen. Wint hij, dan is dat het eerste duidelijke teken dat de Russische bevolking, de zittende macht in het Kremlin, onder leiding van president Yeltsin, moe is. En vannacht is het helder met minima van 5 graden in het noordoosten tot 12 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig, maar in het oosten van het land komen enkele wolkenvelden voor. De middagtemperatuur varieert van 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind die